super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Jess Madeline en vandaag ga ik rare smaken cola testen. Dus ik heb al eens eerder een video gemaakt waarin ik rare smaken Fanta ging testen. Maar nu zag ik laatst in de supermarkt ook rare smaken cola. En ik dacht, laat ik ze kopen om uit te proberen in een YouTube video. Ik ga beginnen met degene die mij het meest normaal lijkt. En dat is de vanille Coca-Cola. Hij smaakt gewoon naar cola, alleen de nasmaak smaakt naar vanille. Als volgende heb ik cola met gember limoensmaak. Ja, oké, dit smaakt naar planten. Het is niet lekker, maar ook niet vies, dus je kunt ermee overleven als je niks anders hebt. Als volgende heb ik hier cola met kaneelsmaak. Dit is hetzelfde als bij de vanille. Hij smaakt gewoon naar normale cola, alleen de nasmaak smaakt naar kaneel. Als volgende heb ik cola met mango smaak. Dit smaakt geen eens naar cola, dit smaakt gewoon naar mango. En als laatste heb ik cola met kersensmaak. Hier hebben we weer dat het eerst gewoon een normale cola smaakt en daarna de nasmaak is kersen. Dat waren alle verschillende smaken cola alweer. Als je deze video leuk vond, doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer video's. Laat in de comments weten wat ik de volgende keer moet testen. Bedankt voor het kijken en tot bij de volgende video. Doei!